van Bruis op de tweede dag. Vertel, hoe was het? Warm. Ja, super. Super tof. Jullie hebben het publiek ook verrast met een speciale verrassing. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Het was de eerste keer dat de blazers meededen sowieso. En ja, en de akoestische set was ook de eerste try-out. Ja, dus het laatste nummer, dat hebben we ook nog nooit op die manier gespeeld. We zijn al een jaar bezig, ja, ruim een jaar trouwens, zoiets. Misschien wel langer met de akoestische set. Ook een beetje om een ander publiek te bereiken. Iedereen heeft er wel zo'n beetje meegekregen dat we mee bezig zijn, maar nog niemand heeft gehoord. Dus ja. Voor ons was het ook een beetje zo'n drempel van, nou, vandaag moeten we iets doen. Iets van die akoestische set om een keer te laten horen. Ja, en hoe is die samenwerking met de Janse Baggerband nou precies tot stand gekomen? Ja, we hadden eigenlijk een idee van, we willen iets speciaals doen voor Bruis. Want we hebben hier al vaak genoeg in Maastricht gespeeld. En als je dan een paar optredens hebt, dan wil je daar toch iets leuks mee doen. En we hebben een groot podium, dus we dachten, we kunnen het nog wat voller zetten. En een van die jongens, die ken ik redelijk goed. En had ik gevraagd, van, kun je meedoen? En daar nog twee trombonisten bij zoeken. Dat doen we 3 trombones. Heb ik daar de partituur voor uitgeschreven. Dat we daar samen echt 2 nummers echt wat voller en wat vetter konden brengen. En dus met die gasten erbij. Zo. Dus, In hoeverre past dat nou bij Sparrow Falls? Perfect. Ja. Ja. We hebben altijd al dingen qua muziek. Hè? Bedoel, het is post-punk, rock. Zo noemen we het zelf. Maar van de andere kant zijn we ook. Hè? We doen folk, art rock, foute metal. Noem maar even. Dus we doen van alles. Dus wat dat betreft past het heel goed bij ons. Jullie muziek wordt vaak omschreven als donker en hard, maar toch ook met een zacht kantje. Hoe combineren jullie dat? Waarschijnlijk gewoon door veel verschillende muziek te luisteren allemaal. En eigenlijk alles wat we goed vinden. En dat is heel breed er een beetje in te stoppen, denk ik. Dat je dat toch altijd wel terug hoort. Ja, ik denk, voor onszelf is het ook heel belangrijk. We doen het voor de lol. Hè? En als we op het podium staan, dan willen we het ook overdragen. Mensen zien dat we het heel leuk vinden om te doen. En als we vandaag de blazers erbij komen, ja, ik heb dan zo'n smile op mijn gezicht. 3 voor 12 gelooft ook in jullie als Dutch Sound. We hadden met de grote prijs van Nederland best hoge ogen gegooid. Publieksprijs gewonnen. En heel veel promotie daar rond natuurlijk. En vervolgens kregen we opeens van VPRO in 3 voor 12 te horen dat we ook Dutch Sound van 2012 waren. Dus dat, ja. Jullie hadden net over je baard laten scheren. Hè? Gaat dat nog door of niet? Even kijken of we nog tijd hebben. Om 5 naar 4 zitten we bij Megafoon. Mijn planning zit er wel. Maar dan niet alleen de baard, maar ook het hoofd geschoren worden. Ben je er blij mee? Ja, perfect. Vanavond ook niet hetzelfde.